De school zal niet op 1 september beginnen, zoals de vorige regering bij resolutie had bepaald, maar op 1 oktober. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft dat woensdag meegedeeld in de Nationale Assemblée. Volgens haar zal dit formeel bekendgemaakt worden nadat alle betrokkenen gehoord zullen zijn, met name ouders, leerkrachten, studenten, vakbonden, staf van het ministerie, de bus- en de boothouders voor schoolvervoer en het bedrijfsleven dat stages regelt. Minister Levens legde uit dat na al deze hearings ze naar de Raad van Ministers zal gaan om de missieve waarin het besluit staat dat de scholen op 1 september beginnen in te trekken. De scholen beginnen in oktober en niet in september. Wij zullen dat formeel bekendmaken nadat alle stakeholders gehoord zijn. Met name de ouders, leerkrachten, studenten, vakbonden, staf van het ministerie, bushouders, voor schoolvervoer, boothouders voor schoolvervoer en het bedrijfsleven die stages voor ons regelt. Na al deze hearings gaan we naar de Raad van Ministers om de missieve waarin staat dat we 1 september beginnen in te trekken en een nieuw besluit te nemen om in oktober met de school te mogen beginnen. Opnieuw rekening houdend met alle protocollen, ook het verbod op samenscholing. Ook zullen wij aan de hand van de vele gesprekken met de samenleving en alle stakeholders, belanghebbenden, voorstellen doen met betrekking tot het overgaan naar het volgende leerjaar. De leerlingen van de 6e klas van Marowijne hebben de toets gemaakt. Het gaat om een diagnostische toets voor die leerlingen. Zij leven verder. Voorzitter, Marowijne is ook gestart. Bijzondere spelregels gelden hier. Nu doen ze mee aan het 6e klas examen. Voor deze leerlingen is het een diagnostische test. En dat is niets anders dan gewoon nagaan waar de kinderen op dit moment precies staan. En dan krijgen ze extra lessen in de periode die leidt tot september. De afdeling binnenland op mijn ministerie is weer in ere hersteld. En die afdeling binnenland zal ons helpen ons door de bijzondere situatie in deze regio succesvol te zijn. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur woensdag in DNA tijdens de behandeling van de wet uitzonderingstoestand. De scholen zullen niet meer op 1 september, maar 1 oktober weer van start gaan. Uiteraard moeten daarbij de COVID-19 maatregelen in acht worden genomen.